Een hele goede dag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019 de Career Mode. We gaan dan verder in Mexico, ronde nummer 18 van het kampioenschap en aflevering 40. Als je de vorige aflevering in Japan gemist hebt, zou ik die eerst even terugkijken voor de tijd gaat zien. En ben je nieuw op het kanaal en wil je meer wekelijkse aflevering van F1 2019 Career Mode zien? Druk dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook gelijk een belletje op aan zodat je enkele video meer van mij mist. Verder in Mexico. De baan moet ons uitstekend liggen, want de langrechte stukken, daar zijn wij dodelijk op. Dus ik verwacht hier dus wel voor de pole position te gaan strijden. In tegenstelling tot Japan. Helaas zijn er updates gefaald. Ja, een update gefaald. Eentje dan van de power train. En die wil ik dus weer in de Verenigde Staten weer opnieuw gaan uitvoeren. Dit keer zonder problemen dus. Toro Rosso haalt ons in eigenlijk in de R&D-tree en nog een paar rondes te gaan en dan zit dit seizoen er alweer op. Na de Mexico nog 3 grote prijzen en dan ben ik benieuwd waar we in seizoen 3 gaan landen. Ik neem denk ik wel een penalty voor de event gearbox, maar dat gaan we zo dadelijk zien als de race begint. Eerst door naar de kwalificatie. Not long now until the lights go green for the Mexico Grand Prix qualifying. So let's get ready and see who has that pole position winning performance in them this afternoon. When it comes to getting lap time out of this circuit, it's traditionally been about maximizing top speed. Do you simply remove as much downforce as possible, hang on in the corners and max out down the straights? Top speed is a key factor for this circuit. Even if you can achieve the same lap time as someone running less wing than you, chances are you'll find overtaking difficult if you have too much drag. Nou, we zijn inmiddels aanbeland bij de auto. Oké, we hoeven niet zo hard te pushen in deze sessie van Q1 dus. Want Jeff zegt dat we namelijk gemakkelijk door kunnen na Q2. Nou, dat geloof ik vast, dat geloof ik best. Maar toch wil ik laten zien waar deze auto toe in staat is in Q1. We zijn inmiddels aan onze eerste ronde begonnen in Q1 namelijk, die voor de voertuig van Mexico. Zoals ik net zei in de intro, de baan moet goed liggen terwijl ik 4 met een 1.72 voorlopig de snelste tijd in Q1 laat noteren. Maar ik verwacht wel hier gewoon voor de pole position mee te kunnen strijden. Helaas zijn wij niet zo snel in het bochtige gedeelte. Terwijl we wel de snelste tijd laten noteren met een 1.15.8. Vettel naar 2 en Verstappen 3. Uitslag van Q1. Verstappen toch nog sneller met 36.000ste. En we zijn 1.000ste sneller dan Sebastian Vettel. Dus dat loopt heel wat. We zijn dus aanloop bij Q2. Want het gaat enorm snel in hier in Mexico. Hulkenberg met een 1.17.5. Nou, ik denk dat wij daar ruim onder doorgaan. Ik denk niet 2 seconden. Want wij zijn gewoon veel beter dan Nico Hulkenberg. Ik ben benieuwd wat hij in seizoen 3 gaat doen. Of ik bij Sauber blijf, of ik bij een ander team ga. Terwijl Weber met een 1.16.3 dezelfde tijd laat noteren. Leclerc met een 1.16.1. En wij duiken eronder met een 1.15.6. Weer de snelste tijd in Q2. Is dat de vraag? Ja. Vettel niet. 41.000ste zit hij er boven. Dus het belooft een spannende strijd te worden terwijl Hulkenberg het niet heeft gered. Op 19e en we daar in één keer een momentje hebben in Q3. En dat verpest onze run misschien wel. Wat best wel jammer is, want ik wou daar eerder op het gas gaan namelijk. Maar ik verloor de auto helaas en ik ben bang dat dit op dit moment nu geen toptijd gaat worden. Ik denk dat wij naar P5 gaan, maar je weet het nooit, want het rechtstukken, daar zijn wij dodelijk. Maar in het bochtgedeelte helemaal niet. Verstappen met 1.15.9. Ontzettend met een 1.16.4 op 15e. En op dit moment naar de derde plek. Middels bij de garage en 17e inmiddels. En we zijn naar P6 gewezen. Dan is er ene kleine foutje in onze eerste run in Q3. Dus wil ik het dus graag goed maken hier voor onze tweede run in Q3. Leclerc inmiddels naar P1, Gasly naar 5 en Kvyat naar 7. Gasly die doet het hartstikke goed voor Haas. Maar ik wil het graag nog beter doen voor Alfa Romeo. Gelijk in het groen, nu weer in het rood, maar daar springt weer dus in het groen. Oftewel rechtboven in het scherm, zien jullie dat? We zijn inmiddels overzet finish en we zetten dezelfde tijd met 1.15.8. En ik ga gewoon door, ik plak er nog een ronde achteraan, want ik denk
dat Verstappen of Vettel misschien nog iets uit de hooghoed kan toveren. Dus ik ben benieuwd. Zijn we dus aanbeland bij de laatste deel van Q1. De vlag hangt uit. En wij komen hier, hoop ik nog, als snelste man. Nee, want Vettel duikt er onderdoor met een tiende. 1.15.7. En nu hangt hier alles vanaf waar wij gaan staan. En wij pakken toch nog de pole position terug. Fantastisch werk dit. Ik dacht even, shit, Vettel heeft ons. Maar nee, gelukkig niet. De uitslag van de top 3. Onszelf naar pole. Verstappen naar 2 en Vettel naar 3. Op 15e. De rivaliteit met Weber en Hulkenberg winnen we. De research punten, points. Die zoals gebruikelijk lekker veel. Kunnen we misschien aan het nieuwe seizoen gaan besteden. Of nog aan de laatste races de upgrade nog even binnenhakken. En dan naar een ander team. Ik weet het niet. We zullen het gewoon zien. De reputatie met ons huidige team en de andere teams zijn gewoon gelijk gebleven. Best een sportsmanship. Allemaal leuk en aardig. Alright, I think we can call that a successful qualifying. We should be in with a good chance. Nou, dankjewel Jeff. We gaan het ook gewoon zien hier in Mexico voor de grote prijs. We gaan door naar de race. The air may be thin here in Mexico City. The atmosphere is anything but. The crowd have been chanting and singing, not just this afternoon, but throughout the entire weekend. There's a great love for Formula One here, and no small amount of expectation. Let's hope today's Grand Prix can meet it. At 2,285 meters above sea level, the thin air of the Autódromo Hermanos Rodríguez poses a unique challenge, not just to a driver's skill, but to the efficiency of their engines as well. 17 corners make up a lap of this 2.6-mile circuit, and you can expect incredible speeds in excess of 220 miles per hour, and overtaking too into the hard braking zones of turns 1 and turn 4. And it's an absolute pleasure to be joined once again by Anthony Davidson. Let's talk about the professor. They've had to change their gearbox. It's never a good start to a Grand Prix when, right off the bat, you have to contend with a grid penalty. Well, at the end of the day, it's always better to take some pain now than parking it up halfway through the Grand Prix. Let's just hope they can put that new gearbox to good use and get the results they're looking for. Now the grid for the Grand Prix from Mexico. Met Max Verstappen op pole position en daarachter Sebastian Vettel. Ik wacht op nummer 3 en 4. Valtteri Bottas en Lucas Weber op 3 en 4. Charles Leclerc en onszelf met een penalty op plek 6. Kvyat 7, Perez 8. Pierre Gasly 9 en Hamilton sluit de top 10 af voor Mercedes. Russell 11, Hulkenberg 12, Grosjean 13, Butler 14, Sainz 15, Raikkonen 16, Antonio Giovinazzi 17, Ricciardo 18, Stroll 19 en Magnussen sluit de grid af op de laatste plek. Okay, the run into we zijn inmiddels aanbeland bij de auto. So oké, de eerste run is niet zo lang, dus het wordt een soort van stapel. Ja, doe het kalm aan, zegt Jeff tegen mij. De race is lang. Maar ik verwacht hier toch wel voor een podiumplek of misschien zelfs de overwinning te strijden als we een goede strategie hebben. Dus ja, wie weet, we gaan het zien. De strategie is inmiddels bekend. Ik denk ik bedenk nu wel even misschien wat extra fuel meenemen. Voor een 1 stopper dus. Ik zat misschien nog verder om een 2 stopper te doen, maar een 1 stopper dus. Extra fuel meegenomen en dan gaan we gewoon beginnen met de Grand Prix van Mexico Career aflevering 40. We starten vanaf plek 6 en we gaan kijken wat het hier gaat worden voor de race. Want de langs zijn aangekomen van Mexico en we zijn onderweg. En het is een oké start, maar Danny Kvyat is beter weg. Hetzelfde als in Italië. En gelijk is Perez al in mijn slipstream gedoken. En het is hier in één keer een hele drukte van je welste met slipstreamen. Ik kies hier voor de buitenkant, maar dan moet ik 2 illegale manoeuvres afstaan aan Kvyat en Leclerc. Dus die voor 2 posities. Terwijl ik even het aanstok heb met Kevin Magnussen en ik hier nergens naartoe kan omdat Kvyat en Leclerc mijn pad blokkeren. En dan moet ik hier misschien de binnenkant kiezen voor Charles Leclerc. En dat doen we ook. Net niet dat ik Kvyat geraakt. We laten Charles Leclerc leven en dat is P6. Waar we gestart zijn, dus dat heeft niks eigenlijk geholpen. De race is lang. 36 ronden nog te gaan. En ik denk dat Max en Vettel wegrijden. Ik zie niet dat Kvyat en
Weber het volhouden, alhoewel Kvyat vertraagt hier op de een of andere manier. En dit vind ik heel storend, terwijl we een waarschuwing krijgen voor de track limits, onze eerste waarschuwing van de dag. Kvyat is hier een tweede rijder voor Williams en ik ben benieuwd wat hij hier gaat doen. En dan duiken we hier agressief naar de binnenkant, raken we Danny Kvyat, maar P5 is van ons. Charles Leclerc is gelijk meegekomen met ons, want die is nu Danny Kvyat aan het aanvallen. De motor is wat warm, dus de power output is niet zo goed. Terwijl we hier misschien Lucas Weber kunnen aanvallen. En dat doen we ook, want we raken net in Sebastian Vettel. Maar Weber is ook waarschijnlijk in dezelfde bocht als Danny Kvyat. Charles Leclerc kan op dit moment niet meekomen met ons. Nou, dankjewel Jeff. Een goede manoeuvre, goed gedaan. De volgende heet Sebastian Vettel, die een moeilijk seizoen kent voor Ferrari. Inmiddels aangekomen bij ronde nummer 10 en misschien hier ook al proberen. Oh, Bottas blokkeert en daardoor konden wij niet aanvallen bij Seb. We keken wel, maar Seb gooide de deur dicht. Ik versprak me daar eventjes, maar dat geeft helemaal niks. Nog steeds P4 en Verstappen is weggereden van Bottas en Vettel. En Bottas heeft het moeilijk. Valtteri Bottas die struggelt wat met de banden. Ik denk dat hij niet op temperatuur kan houden. Terwijl we wat wijd gaan over het circuit. Ik hoop niet dat dat erg is. Middels ronde nummer 11. Volgens mij is Bottas naar binnen gedoken. En daardoor heeft Vettel DRS. Maar we rijden er gewoon als een raket voorbij. P1 is dus van ons. Want Verstappen is ook naar binnen. En dat houdt in dat wij dus nu de leiding in handen hebben. We moeten wel even zorgen dat Sebastian Vettel niet in onze DRS kan komen. Want die heeft nu ook DRS. Terwijl wij ook DRS hebben. Heel vreemd vind ik. Maar goed, ronde nummer 11 en ik heb besloten om naar binnen te duiken om Bottas te coveren, want die zit nu in verkeer. Nico is in for his stop. Release. Waar is Bottas? Kan ik zo niet zien. Verstappen is inmiddels ons net gepasseerd. Ah, Valtteri Bottas komt nu over het DRS-gedeelte en we hebben Bottas gecoverd. Nu is het de beurt aan Max Verstappen om hem te verschalken op het circuit en niet in de pitstops. Maar het is namelijk niet Verstappen gewonnen, het is Antonio Giovinazzi. We hebben goed ons best gedaan met de fuel, volgens mij, zei Jeff. Giovinazzi rijdt voor ons op de medium, die moet nog een keer naar binnen. Daar is Giovinazzi denk ik al gezien, want het is hier slipstreamen en daar zit Vettel ook al. En ik dacht misschien pak ik slipstream van Vettel, maar dat lukt niet, terwijl Perez de snelste race met 1.19.0 laat noteren. Helaas niet, maar we hebben Vettel ook gecoverd. We hebben Vettel ook gecoverd in de undercut. Het is groen, er is iemand uitgevallen, volgens mij is dat Perez of Sainz, het is Perez. En dat brengt de virtual safety car naar buiten. Ja, niet naar buiten, maar die brengt hem uit. Dus we moeten nu een pace gaan rijden die de delta moet aangeven. Want linksboven staat namelijk caution yellow flag en rechtsboven staat een delta. Dat moet in het groen blijven en dan zitten wij goed. Anders krijgen wij een penalty. Wat niet te goed is natuurlijk. En als die virtual safety car nou wat langer had geduurd, misschien konden we dan weer een pitstop maken. Want we zitten ongeveer op de helft. Nog drie ronden dan zitten we op de helft namelijk. De cel die virtual safety car had tot ronde nummer 18 geduurd. Die kreeg je nog op de soft. Misschien konden we dan een gratis pitstop krijgen. Terwijl de virtual safety car aan het bijen is. En dan mag Verstappen weer los. Dan mogen wij dus weer los. En dan gaan we nu het gat na Verstappen dichtrijden. We moeten wel oppassen, want Perez staat dan nog in het begin van sector 1 stil. En Verstappen duikt naar binnen voor zijn tweede stop. En dat wordt volgens mij de soft. Met nog 10 ronden te gaan. Dus Verstappen gaat proberen om nu dat gat van ons dicht te rijden in 10 ronden tijd. Nou, succes Max. Ik ben benieuwd, die levert hier wel een heel veel seconden in. Je komt ook achter Sebastian Vettel terecht. Dus ik ben benieuwd of hij het gaat halen. Maar de softbanden zijn hier in ieder geval heel veel beter dan de mediums.
we rijden een seconde sneller dan de auto achter ons, oftewel Sebastian Vettel. 71.000ste zitten we erboven onze beste sectortijd. Raikkonen heeft het helaas niet gehaald. Die is helaas uitgevallen. Dus in plaats van 20 auto's rijden er nu nog 18. Die is aan het stadiongedeelte stilgezet. En waar is Verstappen? Oh ja, die rijdt nu sector 3 binnen. Want Vettel is nu bij het stadiongedeelte. 5.2 heeft Verstappen op Vettel. En mijn team zegt, naar binnen komen, want ze willen nog voor een setje soft. Maar ik denk, we laten het zo, want nog 9 ronden te gaan, dan zit deze wedstrijd volgens mij alweer op. Als ik het goed zeg, ronde nummer 32 Verstappen heeft Vettel verschalkt. En gaat nu, met nog 3 ronden te gaan, het gat dichtrijden. Ik weet niet wat het gat is. Het gat is 5.2 in 3 ronden tijd. Ik weet het niet. Achterblijvers komen misschien nog aan de beurt. Ik hoop het niet. Dat zou erg zonde zijn namelijk. En dan verlies ik daarmee kostbare tijd. Vijf ronden fuel remaining. Dus we kunnen nog pushen namelijk. 2 ronden kunnen we extra pushen. We blokkeren wel wat en daardoor verliezen we wat momentum bij het insturen van de apex. 5.2 naar Verstappen. Ik denk niet dat hij dat gaat dichtrijden. Want de race duurt nog maar 3 ronden. Ronde nummer 35 inmiddels. De ene laatste ronde loopt. En ik zie Verstappen nog niet verschijnen in mijn spiegels. Ik zie hem wel dichter en dichterbij komen op de map. 3.2. Dus met 2 ronden de tijd heeft hij 2 seconden ingehaald. Dus dan wordt het op start-finish 2 punt zoveel. Ongeveer 1.5 denk ik dat het op start-finish wordt. Want Verstappen is wel aan het pushen. Ik moet wel eurs gaan besparen wat nadelig is, maar we kunnen lekker onze brandstof opbranden. Het gat naar Verstappen is 2.3 als ik dat goed zeg. Achterblijvers komen niet in de buurt, maar ik zie hem nu wel in één keer dichter en dichter naar mij toe komen. En misschien is dit wel een meesterzet geweest van Red Bull. En dan moeten we alles openzetten voor deze laatste ronde van de Grote Prijs van Mexico. 1.7 is het gat naar Verstappen. En ik hoop toch echt dat wij dit vol kunnen houden tot het einde van de finish. Het wordt nu even billen knijpen. Als we een foutje maken, dan zijn we er zo geweest. Want in Singapore was het ook al spannend. Toen was het Lucas Weber die op onze staart zat. We komen inmiddels bij het stadiongedeelte 1.1 naar Max. Die kan het niet meer goed rijden. En Red Bull gooit hier een overwinning weg. En wij profiteren van deze blunder van Red Bull Racing. Wij winnen de Grote Prijs van Mexico. En we pakken wat belangrijke punten voor Alfa Romeo in de constructeurs. Fantastic drive. Just fantastic. You deserve that race win. So Alfa Romeo have won it, and what a great race it was. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. So here they come now, out onto the podium. It's thrilling to see this team go toe-to-toe with the best teams in the sport and come out on top. What a superb victory from the Alfa Romeo team.
After an incredible oh, de uitslag bij binnen de grote prijs. Ze pakken niet de snelste racing punt. Maar Verstappen pakt dat dus. Giovinazzi krijgt driver of the day van Anthony Davidson. Verdiend. En Hülkenberg pakt een punt voor Alfa Romeo. Lekker Nico. Zo is het dus. Lekker bezig kerel. Ferrari haakt wel bij ons aan. 14 punten verschil met nog een paar honderd gaan in de wedstrijd. Dus dat wordt nog close, close, close. Amazing performance out there. I'm sure you're pretty happy with that. Well, looks like your luck has changed. Things went a lot better than last year. Ja, dat klopt, maar het kwam grotendeels voor de baan. Dat lag gewoon aan de baan, want op Suzuka kwamen we gewoon niet aan de pas, want in de bochtige gedeeltes daar, dat was gewoon een nachtmerrie voor ons. You gained a lot of positions during the race, didn't you? Ik weet niet, Claire, vind jij 5 veel? Oké, ben ik mee eens. You really looked in control of your car out there. Your team ja, mijn team is altijd blij als ik zo goed perform. En ik hoop misschien dat ik in seizoen 3 ook nog bij het team kan aansluiten. Of dat ik naar een ander team ga. Ik weet het niet. De rivaliteit breakdown met Hülkenberg en Lucas Weber. We winnen dus van beide. Top, 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 top. Hartstikke mooi. De resource punten na de race zijn er zoals gewoonlijk gewoon kapot veel. Extreem veel. Noem maar op hoe je het wil noemen. Gigantisch veel. Vul zelf maar wat in. Lekker veel dus. De teamgoal is behaald. Achtste of beter moesten we dus finishen. De reputatie is gewoon oké met de teams. Veteran en sportsmanship. Jullie kennen het allemaal wel. Nou, dankjewel Emma. Nou, dit was het voor die mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, beloond het met een like. Ben je nieuw op dit kanaal en wil je meer wekelijkse afleveringen zien van de 2019 Career Mode? Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook een like en belletje op. Alles aan je en je van me mist. Ja, mocht je iets te zeggen hebben in de comments, als je iets wilt verbeteren, graag doen. Of als je zegt, toffe video, spam de comments gewoon maar vol. Spoiler alert, we starten in de Verenigde Staten niet van pole position, want ik ga alles vervangen van de power unit. Ja, dan was dit de video mensen. Een fijne dag nog verder. En tot ziens, tot de volgende keer bij de 2019 Career Mode. Ik ga verder in de Verenigde Staten.